Ave, pauperes agricole, Romani vos salutant. Gefeliciteerd, barbaar. Vanaf nu hoort u bij het Romeinse Rijk. Oh nee, hè? Toch, de Romeinen staan voor de deur. Ken je gewone barbaar nou niet eens rustig kakken? Wij kunnen het gewoon niet laten. Wij hebben de grenzen van het Romeinse Rijk weer een stukje opgeschoven. Ja, die lopen nu van Noord-Afrika tot aan de Rijn, ginds bij Arnhem. Wij komen jullie beschaving brengen. Maar we zijn toch al beschaafd? Wij Romeinen brengen kippen en perziken. Wij hebben de dakpannen uitgevonden en spiegels. Al hangen mensen bij me weg! Godverdamme! Sorry, niet voor mij. Van eergisteren. Jullie hebben echt wc-voorziening uit het jaar nul. Waren ze maar uit het jaar nul, maar dat is pas over 47 jaar. Wat een primitievelingen, zeg. En helemaal niet enthousiast over onze komst. Wat kunnen wij daaraan doen? Dat kan toch anders, man. Dat kan toch anders, man. Elke geschiedenis vooruit, omdat het altijd anders kan. Hallo Romeinen en hallo willekeurig volk in het jaar 47 voor Christus. Wat is het probleem? Zij zijn niet onder de indruk van onze beschaving. Onhygiënische primitievelingen, dat zijn het. Ik zie twee teleurgestelde soldaten van het grootste rijk ter wereld. En ik ruik de poep van onbeschaafde mensen. Dat kan toch anders? Niet zo onzeker. Alles wat de Romeinen verzinnen zal de wereld voorgoed veranderen. Oh. Dus bouw hier jullie villa's en bouw hier jullie viaducten. En bouw hier vooral jullie badhuizen en jullie meesterwerk de eerste riolen. Oh. Dan kan iedereen zich wassen en naar de wc. Beschaving begint met hygiëne. Daar zijn ze jullie over 2000 jaar nog dankbaar voor. Oh. Maar moeten we dan over een rijk van duizenden kilometers eerst riolering aan gaan leggen? Helaas, mijn tijd is voorbij. Ik moet er weer vandoor, want er is altijd wel ergens iets mis met die geschiedenis. Dag allemaal, tot ziens. Hey. Zij die door die blauwe deur gaan groeten u. Veli, vidi. Dus jullie hebben riolen. Nou, dat lijkt mij wel wat. En wanneer worden wij dan op de riool aangesloten, hè? Binnenkort beginnen wij met graven, maar tot die tijd is dit menselijke riool een prima oplossing. Doorgeven en over 5 kilometer dumpen in de rivier.